Tijdens elke dag- of nachtdienst van politie is er één persoon die alle agenten en betrokkenen diensten aanstuurt wanneer zich calamiteiten voordoen zoals een overval, een verkeersongeluk of een vermissing. Vandaag volgen we Edwin, de zogenaamde officier van dienst. Edwin heeft vandaag de leiding in Den Bosch en hij is onderweg naar een melding. Er zou iemand goud verkopen op een parkeerplaats. Hey Toon, ik ben even meegereden op die melding van die hoge poeldonk, die station. Die mogen nu goud verkopen, ja. Ja, hebben we niet meer dan een zwarte station? Nee, zwarte station en de wens tak en tak. Oh, oké. Die heb ik niet. Ik tref op de brand een zwarte Renault aan die bij een bushalte staat. De auto die Edwin ziet blijkt niet van de goudverkoper, maar er is wel wat anders aan de hand. Renault blijft Una, zonder verzekering trouwens. Het staat sinds 20 april op naam. Ja, en ik zie een aanbevestiging op zijn rijbewijs. Inneming wet Mulder zit er nog op, €307. Oké. Okay. Onverzekerd rondrijden, zonder geldig rijbewijs en ook nog een flinke openstaande boete. Edwin is klaar om erop af te gaan, maar dan gaat de auto er vandoor. Na een kleine 100 meter parkeert de man zijn auto na het krijgen van een stopteken. Die man is gaan rijden en we staan inmiddels op het sterrenbeeld. Mag ik even uw rijbewijs zien? Oeh, hoop dat ik erbij ben, want ik ga voor een sollicitatie. Dus. Je gaat voor een sollicitatie? Ja, voor een sollicitatie, oh. Nou, dan kom ik jou even storen. Ja. Sollicitatie als schilder of zo? Ja, inderdaad. Ja, bij de VGO-groep, dus vandaar. Dus we moeten even kijken, man. Hey, bent u de eigenaar van de auto? Nee, ik heb hem geleend van een kameraad van mij. Dus, Oké. En die met een auto kapot. Is jouw auto kapot? Ja, oh jee. Ja. Er komen twee agenten bij ter ondersteuning. Want omdat Edwin officier van dienst is, kan hij elk moment worden weggeroepen. Is niet de eigenaar van de auto, zegt hij. Nee. Dus ik reed mee op de A2, ik denk, ga ik eens kijken. Toen zag ik bij de tank of bij de bushalte een zwarte station staan, dat was niet meer bekend. Ik denk van even kijken wat erin zit. Toen vroeg ik het kenteken op, bleek dat dat er een inneming op zijn rijbewijs zat. Volgens de naam gestelde, maar ja, dat is je niet. Heeft u ook nog de kentekenpapier heel toevallig? Nee, die heeft hij allemaal in zijn bezit. Hij neemt gewoon met een auto mee, dus want ja, ik moet bij de VGO-groep nou op sollicitatie, dus vandaar. Nou, en ik moest even kijken waar ik moest zijn. Dus, ja, oké. Okay. Mag ik heel even uw rijbewijs op? Want u heeft wel een rijbewijs? Ja, natuurlijk, okay. Uiteraard. Nee, ja, nou, dus, we treffen wel eens mensen die toch rijden zonder rijbewijs. Ja, die zou niet goed zijn natuurlijk. Nee, dat klopt. Dus zeer zekers. Ik vraag even of dat alles in orde is en dan ga ik u succes wensen met het sollicitatiegesprek. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop dat ik er ook goed mee tref. Dus. Want ja, in onze branche is dat moeilijk, hè, in de winter. Ja, is dat zo? Ja, in de winter, ja. Snap moeilijk, ik. Hè. Je hebt dan smiddags dat, of einde van het jaar, dat dus nieuwe lopende. Nou, vervelend dat ik u nu om moet houden. Ja, hiervoor. Nee, maar dat geeft niks hoor. Ja. Nee, natuurlijk. Dus dat is aan de andere kant, als u uw rijbewijs bij had gehad. Ja, inderdaad. Waren we nou klaar geweest? Dan waren we inderdaad werken. Dus, Edwin laat de meldkamer de gegevens van de man controleren. Kilo, Alfa van voren van 19 mei 1959. Ondertussen merkt hij dat de bestuurder een tikkeltje ongeduldig begint te worden. En zenuwachtig voor het gesprek of niet? Ja, min of meer wel. Ja? Ja, min of meer wel. Want ja, ik zeg al, die winter, dat is bij ons... Ja, dat is genomen. Ik ga de 31 denk ik verder afhandelen. Neer. Als ik me goed laat informeren door onze meldkamer, is uw rijbewijs volledig ongeldig verklaard. Ho. Wat zegt u? Volgens onze meldkamer, en ik vraag uw gegevens op. Ja, natuurlijk. En dan vraagt de meldkamer of die laat mij bevestigen of dat het over u gaat. Dan zeg ik ja. Dan zeggen ze, nou, voor die meneer is zijn rijbewijs volledig ongeldig verklaard. Oh, dat kan niet. Heeft u wel eens in een CBR-cyclus gezeten? Dat u een keer wordt gereden onder invloed of whatever? Nee, maar dan geeft de meldkamer aan dat er nog meer met de man aan de hand is. Ja, dan denk ik dat we met meneer even naar het bureau gaan om de zaak verder uit te zoeken. Die rijbewijsgegevens, die gaan ze nou nog even verder uitzoeken of dat uw verhaal klopt of het verhaal wat ik van de meldkamer hoor. Ja. Okay. Maar daarnaast heeft u ook nog een aantal boetes openstaan. Oh. En een van die boetes, daar zijn boetes die, dan moeten we even uitzoeken hoeveel geld het is. Ja, okay. En wat de dwangmaatregel is. Maar dat is niet een boete waarvoor u nu nog een uitstel van betaling krijgt. Oh, dat is gewoon nu zaken doen, zeg maar. Okay, Die gegevens worden naar mijn collega's naar het bureau gefaxt. Dus u mag met mijn collega's mee naar het bureau. Die handelen het verder af. Okay. En dan is het heel vervelend dat u dus niet naar het sollicitatiegesprek kunt. Oh. Oké, dank u.
En dat mag hij meteen aan zijn potentiële werkgever gaan vertellen. Helaas wel onder escorte van de politie, want de man is inmiddels aangehouden en zal mee moeten naar het bureau. Tot ziens. Voor officier van dienst Edwin is de zaak nog niet afgerond. Voor het rijden zonder rijbewijs krijgt de man een bekeuring van €360. Maar eenmaal op het bureau blijkt de man ook nog een gevangenisstraf van 120 dagen te moeten uitzitten. Die gaat per direct in. Solliciteren, dat zal er voorlopig even niet van komen.